kanker krijgen van iets gezonds als surfen. Die angst bestaat in Brabant, hoe gek dat ook klinkt. Want zijn de Kraaienbergse plassen bij Kuik nou wel of niet veilig? Jarenlang is er granuliet ingedumpt. Dat is een afvalproduct van asfalt. Uit een gelekt onderzoek van het RIVM blijkt dat het niet uitgesloten is dat watersporters in aanraking kunnen komen met kankerverwekkende stoffen. Aan de andere kant zegt Rijkswaterstaat dat alles veilig is. Verschillende betrokkenen dringen nu aan op een onderzoek. Ik probeer inderdaad om minder zorgen dat ik minder water binnenkrijg. Klopt. Onbewust ben je er toch mee bezig. Ik blijf er niet voor thuis, maar ik zou wel graag willen weten wat ze hier nu precies in de grond hebben gestopt en wat de risico's daarvan zijn. Vanaf 2012 is in deze plas 420.000 ton granuliet gestort. Dat is fijnstof die vrijkomt bij de verwerking van asfalt. Daar is acrylamide bij gemengd. Een stof die ervoor zorgt dat het granuliet naar de bodem zakt. En over die stof maakt het RIVM zich zorgen. Net als de surfers. Ja, het is natuurlijk een heel onprettige gedachte. Dat je wel eens in kankerverwekkend water aan het sporten bent. Rijkswaterstaat zegt al eerder onderzoek te hebben gedaan. Toen is niets gevonden. En het zou zeer onwaarschijnlijk zijn dat granuliet slecht is voor de gezondheid. Maar het RIVM lijkt daar dus niet zeker van. Bovendien was dat onderzoek in een ander gebied, in Westmaas en Waal. In Westmaas en Waal schijnt het wel afgedicht te zijn met gewoon zand. En dat is hier niet het geval. Plus het ligt hier al veel langer dan in Westmaas en Waal. En er is hier ook echt heel veel gestort. We weten niet wat het doet op lange termijn. Dus we vinden het heel belangrijk dat er eigenlijk jaarlijks heel langdurig onderzoek blijft plaatsvinden. En ze krijgen ook landelijke steun. Volgens de Partij voor de Dieren zou de granulietdumping sowieso zorgen voor een gebrek aan biodiversiteit in het water. Nou, we weten in ieder geval wel zeker, ook uit meerdere onderzoeken, dat het in ieder geval bijvoorbeeld niet goed is voor het bodemleven. En dat is voor ons als Partij voor de Dieren al voldoende om te zeggen, dit soort zaken moet je niet willen. Aan het zwartste scenario willen de surfers nog niet denken. Eigenlijk willen ze helemaal niet weg. Ja, het zou verschrikkelijk zijn voor ons. Ja, kijk maar om je heen, je ziet allemaal vrolijke mensen die genieten van hun sport. Ja, dat zou verdwijnen. We doen niet anders dan anders. Gewoon lekker het water op en een beetje genieten van de wind en zeer. Ik denk dat we wel één keer kunnen, dat kan nog wel toch?